Shalom. Shalom. Ah, kita berikan tepuk tangan dulu bagi Allah kita yang hebat, terima kasih untuk Bapak dan Ibu Gembala yang memberikan saya kesempatan untuk melayani Tuhan di tempat ini. Di mana kalian kenal saya waktu hari itu dina? Saya ingat kata-kata beliau. Di hari dalam the word of God, orang yang melayani di mimbar ini, dan ini imam tinggi di tempat program, dia harus gembala. Ibu terima saya. Jadi waktu saya berdiri melayani di sini, saya berdiri sesuai tepat apa permintaan beliau. Tadi beliau sampaikan bahwa saya bukan orang baru di tempat ini. And if you next level door, saya ingin balik new here. Apalagi teman-teman dari tim presentation. Waktu dia mau tim from presentation, mereka kenal saya dekat. Saya kan main from that close. Dulu saya panggil nama mereka. For I never kenal Cooper. Dan sekarang saya mesti ada pakai Pak di depan atau Ibu di depan. Ibu di Pak from the four set. Mereka mau ke masalah the four set. Karena dulu mereka belum menikah. But for I never saw me without. Dulu saya bisa panggil Mer. And for I pun dicat Mer. Oh, nah sekarang saya mesti panggil Ibu Mer. Mandi pun saya tahu Ibu Mary. Dulu saya panggil Lex. Nah, fuhai saya Lex. Oh, sekarang saya mesti panggil Pak Alex. Mandi pun Pak Alex. Pak Johan dan Ibu Maria memang sudah menikah saat itu. And we all and Maria di mana tuh kita offer tahu. Dan saya senang saya mulai datang di tanah Belanda malah ini di gereja ini. And it was a blind to come here and not come here. Di tahun 2005. Saya harus five. Saya bantu gembala di tempat ini. Nanti ketahui dia kehopen. Dan dari sini saya melayani dengan luar biasa. Pengkhianat mohon itu tahu kan kalau terdina. Karena saya bangga saya kenal beliau. Untuk ditanggung untuk satu yang makan. Menjadi teman dan menjadi kakak di dalam pelayanan. The free of saya dan yang pun of saya sama ini terdina. Dan Tuhan membawa kita sesuai dengan rencana Tuhan yang luar biasa. Jadi saya naik ke bawah pelayanan. Baru mohon pelayanan saya. Terima kasih untuk gembala Glosso Kalesweg yang mengantar saya. Thank you all for the hammer for the forehand from Glody my name. Jadi setelah ibadah kita dua harus tinggalkan jemaat dan lari ke tempat ini. Dus na het dienst moesten we gelijk onze plaats daar verlaten hier naar mij toe naar Vluchtelingen. Dan saya percaya segala sesuatu yang Tuhan buat itu baik. En ik geloof ook dat alles wat de Heer doet is goed. Berapa banyak yang selama minggu ini dia merasakan kebaikan Tuhan? Hoeveel hebben de afgelopen week de goedheid des Heeren? Ah, kita kasih tepuk tangan dulu bagi Tuhan yang luar biasa. Pelayan Tuhan adalah pasukan doa. And you know it actually, Wordman said pak over gebed. Karena setiap kita adalah pelayan Tuhan. Want ieder van ons is een dienstknecht van God. Setiap kita adalah hamba Tuhan. En ieder van ons is een dienstknecht van God. Orang yang berdiri di depan di sini bukan mereka yang melayani Tuhan. En de mensen die hier voor staan, dat zijn niet degenen die de Heer aan mij dienen. Memang tugas di dalam gereja kita berbeda. En het is inderdaad de taak van ons in de kerk is ook alles al voor iedereen anders. Tapi kita semua hamba. Maar wij zijn allemaal dienstknecht. Kita semua pelayan. Wij zijn allemaal dienstknecht. Yang percaya katakan amin. En die geloven zegt amen. Bahwa karena kita telah ditebus oleh darah Yesus. En omdat wij al vrijgekocht zijn door het bloed van Jezus. Kita telah dibayar dengan harga yang mahal. Wij zijn al betaald met een dure prijs. Oleh Tuhan kita. Door onze Heer. Yang namanya Yesus. Die Jezus heet. Oleh sebab itu saudara dan saya adalah hamba. En daardoor zijn u en ik dienstknecht. Dus kita adalah pelayan. Wij zijn dienstknechten. Taruh tanganmu di dadamu. En leg je hand op je borst. Dan katakan saya hamba. Hij zegt ik ben een dienstknecht. Saya pelayan. Ik ben een dienstknecht. Kalau saudara merasa pelayan dan hamba, en als u zich voelt als een dienstknecht, maar saudara bukan penonton di dalam gereja ini, dan bent u niet de toeschouwer hier in de kerk. Saudara adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan di dalam gereja ini. Je bent mensen die de wil des Heeren doen ook in deze kerk. Saudara bukan menonton dan melihat bapak dan ibu gembala yang bekerja. En u bent niet alleen maar degene die kijkt en u ziet dat de voorganger en zijn vrouw werkt. Tapi minimaal saudara menawarkan diri saudara. Maar op een mens biedt u zelf aan. Karena status pelayan itu, vanwege de status als dienstknecht. Saudara percaya saudara pelayan? Gelooft u dat u dienstknecht bent? Kita semua harus pelayan. Katakan amin. Wij moeten allemaal dienstknecht zijn. Zeg amen. Saya adalah hamba. Ik ben een dienstknecht. Karena hidup saya telah dibayar dengan darah Yesus yang lunas. Omdat mijn leven al gekocht is door het bloed van Jezus. Jadi saya harus tunduk kepada Tuhan saya adalah Yesus. Dus dan moet je onderdanig zijn aan mijn God die Jezus is. Kita mesti clearkan ini dulu. Dat moeten we eerst duidelijk hebben. Kita harus yakinkan diri kita hamba. Wij moeten ons ervan overtuigen dat we dienstknecht zijn. Kita harus yakinkan diri kita pelayan dulu. Wij moeten ons ervan overtuigen dat we dienstknecht zijn. Baru kita bisa mengerti apa yang Tuhan mau. En dan kunnen we pas begrijpen wat de Heer wil. Supaya minimaal saudara menjadi jemaat Tuhan.
onderwerp. Zodat u op zijn minst een gemeentelid bent van de Heer. Zodat u per panel dat je dan een drie dagen. Bent u niet alleen maar een toeschouwer in de kerk. Zodat u per kadeer een taal leren, papa dan ik ook een baal. U moet ook de handen vasthouden met uw voorganger en zijn vrouw. Moet u om taal op palaan en niet een paar dingen. Om de bediening op deze plek op te bouwen. Ja, schud je dat aan alle. En wie kan eens zeggen amen. Kiet een hartstikke per kraak. We moeten bewegen. Ja, maar een ander zijn er. En niet alleen maar kijken. En dan zult u iets groots zien gebeuren. Wilt u dat er iets groots zal gebeuren hier in deze kerk? Maar maak dan van jezelf een niets. Maak van jezelf een niets. En dan zult u wonderen zien wat de Heer voor u doet. Menurut bahasa Yunani katakan bahwa Grieks diaken. Dat is diaken. Adalah pelayan. Is een dienstknecht. Atau diakonos. Of diakonos. Adalah pelayan itu. Is de bediening. Bahasa Indonesia katakan jongos. En de bahasa Indonesia jongos. Bahasa Indonesia katakan budak yang paling rendah. Dus een slaaf, het meest lage wat er is. Jadi kalau saya pelayan, zoals ik een dienstknecht ben, saya adalah hamba. Dan ben ik als een slaaf, dan ben ik een dienstknecht. Bahasa Jakarta lebih keren lagi. Op een Jakarta, in Jakarta is nog beter. Mereka bilang pelayan yang rendah adalah kacung. Ze zeggen iemand die zich een lage slaaf is, die noemen ze een kacung. Dus ja, slaaf. Orang Betawi bilang kacung kapret. En ja, in Betawi zeggen ze kacung van. Maksudnya kita tidak punya hak untuk membanggakan diri. Betekent dat we geen recht hebben om te roemen over onszelf. Jadi kalau saudara melayani tidak ada kebanggaan. Dus als u dient, dan is dat geen trots. Saudara diberi kesempatan untuk melayani tidak ada kesombongan. Dus als u gelegenheid krijgt om te dienen, dan is dat geen hoogmoed. Sama-sama katakan dengan saya anugerah. Dan zeggen we genade. Jadi kalau saudara menjadi anak Tuhan. Dus als u een kind van God bent. Itu karena anugerah. Dat is door genade. Katakan dengan suara yang keras anugerah. Zeg maar. Genade. Maar saudara tahu hidup ini karena anugerah. Want dan weet je dat dit leven is door genade. Maar saudara kan melayani Tuhan dengan semangat. Dan zult u enthousiast beginnen dienen. Saudara tidak menyanyi dengan angkat tangan serta matian. En u zal niet zeg maar de Heer dienen of zingen tot de Heer met een half opgeheven handje. Saudara kan memuji Tuhan dengan semangat. Maar dan zul je de Heer aanloven met enthousiasme. En als saudara tahu bahwa hidup ini karena anugerah. Want omdat u weet dat u leeft door zijn genade. Sekali lagi bahwa pelayan adalah pasukan doa. Dus nogmaals, de bediening dat is dus het bidden. Mari kita belajar kepada Yesus. Laten we dus leren van Jezus. Kita lihat slide yang berikut. Next slide. We kijken naar de volgende afbeelding. Matius 14 ayat 23. Matius 14 vers 23. Ja, die moet baca begina. Ik zal het lezen. Matteüs 14, vers 23, dat zegt: En toen hij de scharen weggezonden had, ging hij de berg op om in eenzaamheid te bidden. Bij het vallen van de avond was hij daar alleen. Dan setelah orang banyak disuruh pulang, Yesus naik atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Hari ini kita belajar tentang Yesus. Dus vandaag leren we van Jezus. Jadi kehidupan Yesus adalah doa. Dus het leven van Jezus is bidden. Kita menyanyi pintar, bukan? Wij kunnen goed zingen, of niet? Seperti Yesus. Zoals Jezus. Seperti Yesus. Zoals Jezus. Itu saja ku pinta. Dat is wat ik doe. Ku mau sepertimu, Yesus. Ik wil als u zijn, Jezus. Disempurnakan selalu. Dat alle tijden volmaakt. Dalam segenap jalan. Dus in heel mijn weg. Memuliakan namamu. Uw naam verheerlijken. En wij zeggen zoals Jezus. Tapi kalau suruh berdoa. Maar als hij ons wordt gezegd dat we moeten bidden. Maar kembali bilang ada doa. En de voorganger zegt dat is gebedsavond. Ik ben sorry saya ada. We zeggen oh sorry maar ik heb al iets te doen. Sorry saya ada. Oh ik heb iets te doen met mijn familie. Tapi kalau menyanyi seperti Yesus. Maar als we zeggen zoals als we willen zijn zoals Jezus. Suara kita lebih besar dari Alex. Dan is onze stem nog groter en beter als die van Alex. Hè? Dan kita akan menyanyi seperti Yesus. En dan zullen we ook zingen zoals Jezus. Apakah hidup kita seperti Yesus? Maar is ons leven dan ook als Jezus? Saya mau katakan bahwa menjadi orang Kristen. Ik wil u zeggen dat om een Christen te worden. Pekerjaan yang paling susah adalah berdoa. Het moeilijkste werk wat u moet doen is bidden.
Kalau untuk kumpul arisan nomor satu. Mau berangkat ke kumpul arisan dan saya itu nomor satu. Coba tanya ibu-ibu. Faham atau seberapa saudara interest kepada arisan atau persekutuan doa? Hoeveel zijn wij geïnteresseerd in arisan of hoeveel in de gebedssamenkomst? Kalau ibu kepala aja untuk berdoa, als de vrouw van de voorganger vraagt om te bidden. Zij huis niet voor aan saya. Nou, ik moet mijn kind nog halen. Zij huis massa untuk suami saya. Oh, ik moet koken voor mijn man. Zij kan pulang kerja capek ibu. Dus ik ben al terug van het net van het werk. Ik ben moe. Tapi kalau untuk arisan, maar voor de arisan, mau capek kek, mau masak. Dus of je nou moe bent of moet koken, datang untuk arisan. Maar ze koken wel voor de arisan. Karena orang Batak bilang masalah hebben. Omdat de mensen uit Batak zeggen gaat om geld. Masalah duit maksudnya. Het gaat om geld. Memang kalau untuk berdoa saya kasih tahu mungkin sini ada ibadah konkret ya. Want in daad te bidden zie je ook een mannetje. Orang yang paling susah diajak berdoa itu adalah pria-pria. Degene die moeilijk te zijn om uit te dagen zijn om te bidden zijn de mannen. Itu paling susah. Dat is het allermoeilijkste. Oleh sebab itu kalau untuk pria-pria berdoa, en daarom voor de mannen om te bidden, saya mau kasih tip kepada pimpinan pria di tempat ini. Wil ik dus een tip geven aan de leider van de mannen? Jangan pernah undang untuk setiap pria doa bersama. Uitnodiging voor alle mannen om samen te bidden. Itu pasti yang datang ketua kaum pria. Degene die zal komen is degene die de team leidt van de mannen. Assistennya. En misschien zijn assistent. Minimaal bapak kepala ada di sini. En op zijn minimaal is ook de boeren voorganger. Untuk mengundang para pria. Om de mannen uit te nodigen. Tulis di undangan. Dan schrijf je op de uitnodiging. Malam ini kita akan makan bersama. Vanavond zullen we samen eten. Itu undangan jam 7. Dat is de uitnodiging om 7 uur. Jam 7 pria-pria sudah hadir. Om 6:30 zijn de mannen al aanwezig. Tapi kalau untuk makan, para pria-pria mantap. Maar als het gaat om eten, dan zijn de mannen geweldig. Jadi jangan bilang doa. Dus zeg maar niet dat het over bidden gaat. Bilang makan bersama. Maar zeg maar gaan we samen eten. Ada babi guling satu ekor besar sekali. Dan is het een spekvarkens waar wat een lekker bereid wordt. Tulis menu dan foto segala makanan yang ada. Schrijf het menu en maak foto van alle dingen wat er zal zijn. Meskipun dia datang tidak seindah warna aslinya. En ook als ze komen zijn het niet met de gewone kleur. Ah, itu untuk mengundang pria. En dat is dus eigenlijk alleen maar om uit te nodigen voor de mannen. Oleh sebab itu hari ini kita belajar. En daarom vandaag zullen we leren. Kehidupan Yesus itu berdoa. Het leven van de Jezus is bidden. Saya tidak mau tahu saudara satu hari berapa kali berdoa. Ik weet niet, dan hoeft niet van u te weten hoe vaak u per dag bidt. Tapi minimal saudara sebelum tidur itu berdoa. Maar minimaal voordat u gaat slapen bidt u. Tapi kadang-kadang ada yang berlutut dan berdoa. En sommigen zijn ook die op de knieën gaan en bidden. Apalagi cuaca yang gak menentu ini. Wat nog meer ook op als het weer niet zo beetje. Bulan depan sudah mulai agak dingin. Volgende maand wordt het ook koud. Pulang kerja malam sudah mulai agak capek. Dan komen we s'avonds thuis naar de kerk. Setelah mandi, air panas dan makan kenyang. En nadat we warm hebben gedoucht en vol zitten van kerk. Dia tarik selimut dan sandar di bantal. Dan trekken we ons dekbed over ons heen. En dia katakan, Tuhan, aku mengasihi engkau. En dan zegt hij, Heer, ik heb u lief. Engkau itu baik. U bent werkelijk goed. Tiba-tiba. Nanti bel bunyi. En dan gaat de bel. Maar doe dan amen. En dan zegt hij amen. Berarti semalam-malam tidur di kaki. Dus hij heeft een hele nacht geslapen aan de voeten van Jezus. Tapi dia pelayan Tuhan. Maar is het dienstknecht van God. Dia memimpin anggota kelompok dalam jemaat. En hij is leider ook van een groep van de gemeente. Belajar kepada Yesus. En leer gewoon van Jezus. Yang kedua, apa yang kita belajar tentang ini kita baca baca Alkitab dulu. Tweede wat we kunnen leren, we lezen eerst in de Bijbel. Lukas 6, Lukas 6 ayat 12 dan 13. Lukas 6 vers 12 en 13. Ja, en het geschiedde in die dagen dat hij naar het gebergte ging om te bidden, en hij bracht de nacht door in het gebed tot God. Vers 13. En toen het dag geworden was, riep hij zijn discipelen tot zich en koos er 12 uit, die hij ook apostelen noemde. Ayat yang kedua yang kita baca hari ini. De tweede vers wat we hebben gelezen. Waktu Yesus ingin atau mau memilih murid-murid. Toen Jezus verlangde om zijn discipelen uit te kiezen. Dia berdoa dulu. Heeft hij eerst gebeden. Jadi mengambil satu keputusan. Dus als hij een beslissing neemt. Dia berdoa dulu. Dan bidt hij eerst. Anak muda. Die jeugd, yang belum menikah, yang belum getrouwd is, sebelum kamu memutuskan itu pilihan pacarmu. Voordat je uitkiest dat jouw partner zal zijn, verkering. Minimaal yang kau tanya Tuhan dulu. Dan moet je op zijn minst hebben gevraagd aan de Heer. Kau berdoa tanya Tuhan. Dan bid je en dan vraag je aan de Heer. Tuhan, apakah orang ini cocok kepadaku? En Heer, past die persoon bij mij? Daripada saya pacaran dengan dia saja dari gereja. In plaats van dat ik verkeer met die persoon, ben ver weg van de kerk. Mendingan saya putuskan.
dan is het beter dat ik nu een beslissing neem. Dan heb ik misschien beter nu hartzeer. Daripada saya sakit nanti. In plaats van dat ik straks pijn heb. Hidup ini adalah keputusan. Dit leven is een beslissing. Waktu saya makan salad. Dus toen ik ging eten salad. Waktu saya makan kebanyakan sambal. Dus toen ik te veel sambal at. Maka saya akan sakit 3 hari. Dan zal het 3 dagen ziek zijn. Waktu saya potong rambut salad. Als ik verkeerd mijn haar knip. Maka saya akan sedih mungkin 3 minggu atau 1 bulan. Dan ben ik misschien 3 weken of een maand verdrietig. Waktu saya malas belajar. En als ik dus lui ben om te leren, maka saya akan menyesal 1 tahun. Dan zal ik 1 jaar spijt hebben. Karena saya tidak naik kelas. Omdat ik niet naar de klas hoger ga. Tapi waktu saya pilih calon teman hidup saya. Maar toen, als ik dus de verkeerde keuze maak voor mijn levenspartner, saya akan menyesal seumur. Zal ik mijn hele leven spijt hebben. Amen. Amen. Jadi bagaimana saudara pilih? Dus hoe u kiest? Saudara harus tanya kepada Tuhan. Moet u aan de Heer vragen. Jangan pilih jodoh seperti orang menghitung kancing baju. En vraag, ja, je moet geen partner uitkiezen alsof je een knoopje stelt van je blouse. Ja, tidak, ja, ja, ja. Ja, nee. Dan die kan tidak. En als het straks nee is? Ja, fijn dat je dat samen dia. Ja, maar ik hou al zoveel van hem. Bagaimana ini Tuhan? Ja, hoe dan toch, Heer? Tuhan tidak dengar doa saya. U heeft niet gewoon luisterd naar mijn gebed. Tapi kalau waktu kita bilang ya. Maar op het moment dat we ja zeggen. Dan waktu hidupnya ngacok. En als het leven een chaos is. En dan zeg je, Heer, waarom heeft u mij toch zo'n partner gegeven? Hari ini. Vandaag. Sebelum saudara memutuskan sesuatu. Voordat u iets beslist. Hanya Tuhan dulu. Dan moet u eerst aan de Heer vragen. Kalau saya duduk di bangku seperti anak muda ini. Als ik zal zitten op deze bangku zoals die jeugd. Pasti saya katakan, amen. Dan zal ik zeggen, amen. Kalau saya lagi duduk. Als ik daar zit. Kalau saya seperti mereka. Maar als ik zoals hun ben. Saya ulang lagi. Dan herhaal ik nog een keer. Sebelum saya memutuskan sesuatu. Voordat ik een beslissing neem. Sebelum saya mengambil. Voordat ik een beslissing neem voor iets, saya akan belajar kepada Tuhan. Zal ik leren en vragen aan de Heer. Misschien dat is nog niet genoeg. Kalau saya seperti saudara dengan amen. Als ik zo ben, als ik als u zou zeggen amen. Sebelum saya memutuskan sesuatu. Voordat ik iets beslis. Sebelum saya mengambil keputusan untuk satu hal. Voordat ik een beslissing neem voor iets, minimaal saya tanya Tuhan. Op het minst vraag ik aan de Heer. Yang sudah menikah jangan bilang amin. En dan zeg je, ja, wil jij, zegt de vrouw, wil jij een momentje bij? Ja, ketiga, kita belajar tentang hal doa. Het derde wat wij kunnen leren over gebed. Lucas 9. Lucas 9. Ayat 28. Vers 28. Sampai 29. 28 en 29. Ja. En het geschiedde ongeveer 8 dagen na deze woorden dat hij Petrus en Johannes en Jacobus medenam en de berg opging om te bidden. En het geschiedde, terwijl hij in het gebed was, dat het aanzien van zijn gelaat anders werd. En zijn kleding werd stralend wit. Kira-kira dalam hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Apa yang kita pelajari? Wat kunnen we hiervan leren? Ayat yang ketiga yang kita pelajari. Dus de derde vers die we lezen. Untuk melihat mujizat. Dus om een wonder te zien. Untuk harus berdoa. Dan moeten we bidden. Gak apa-apa. Nah, ini. Jemaat masih tenang. Saya mengerti, saudara. De gemeente is nog rustig. Memang ini jam pergumulan, saudara. Dus ini is inderdaad een tijd met veel strijd. Antara saudara masih tetap semangat dengan firman Tuhan. Dus u nog enthousiast bent in het woord van het woord. Atau saudara sudah mulai pikir, abis ini saya makan di fakir. Of dan, als ik hier weg ga, dan ga ik eten bij fakir. Minimaal itu kan ada ayam goreng di situ. Op zijn minst zal het gebakken kip zijn. Minimaal ada sayur kangkung di situ. En dan zal kangkung als groente zijn. Saya mau bilang. Terakhir yang ketiga yang kita pelajari. Ya, wat wij leren. Untuk melihat mujizat. Dus om die wonder te zien. Kita harus berdoa. Moeten we bidden. Gak apa-apa, saudara. Memang jam-jam ini agak lemas, saudara. Dus deze, ya, tijd is de tijd dat we moeien. Sekali lagi. Nog eenmaal. Dus wat wij dus leren uit dit wat we hebben gelezen. Hidup Jezus. Het leven van Jezus. Segala aktivitas Jezus. Dus alle activiteiten van Jezus. Pasti dia berdoa. Dan zal hij zeker van binnen. Ja, kedua yang kita baca. Het tweede wat we hebben gelezen. Untuk memilih sesuatu. Dus om iets te kiezen. Untuk mengambil satu keputusan. Dus om een beslissing te nemen. Harus berdoa. Moeten we binnen.
Yang ketiga yang kita pelajari. Dan yang derde wat we leren. Untuk melihat mujizat. Dus om het wonder te zien. Harus berdoa. Moet je bidden. Tapi kita nyanyi pujian dulu kan. Want we zingen gewoon liederen. Dia hanya sejauh doa. Hij is alleen zo ver van ons spannend als een gebed. Tuhan tidak jauh, saudara. De Heer is niet ver van ons. Waktu saudara tutup mata dan angkat tangan. Dus als u uw ogen dicht doet en uw handen opheft. Maka Tuhan turun tangan. Dan zal de Heer zijn hand opheffen. En wat leren wij? Next slide. De volgende. Doa adalah kekuatan setiap pelayan Tuhan. Het gebed is de kracht van een ieder dienstknecht van God. Slide yang berikut. En de volgende vers. Doa adalah kekuatan setiap pelayan Tuhan. Dus gebed is de kracht van een ieder dienstknecht van God. Karena tadi saya katakan bahwa hidup Yesus adalah doa. Omdat ik net heb gezegd dat het leven van Jezus is gebed. Mengambil keputusan adalah doa. Een beslissing nemen, dat is gebed doen. Melihat mujizat adalah doa. Een wonder zien, dat is bidden. Pelayan Tuhan yang kurang doa menjadi pelayan yang kurang kuat. Dus een dienstknecht van God die te weinig bidt, is een dienstknecht die te weinig kracht heeft. Pendeta Yakub Nawai katakan begini. Broeder Yakub Nawai zegt. Kalau sedikit berdoa, sedikit berkat. Weinig bidt, heb je weinig zegen. Banyak berdoa, banyak berkat. Veel bidden. Veel zegen. Tidak berdoa maka tidak ada berkah. Niet bidden geen zegen. Tergantung saudara mau diberkati apa tidak. Het is afhankelijk van u of u gezegend wilt. Jangan marah kepada gembala saudara. Word niet boos op je voorganger. Dan saudara bilang percuma jadi jemaat. En dan zeg je niet dat ik dus ze vergeet dat ik gemeente niet ben. Karena saya berdoa berdoa tidak pernah didengar. Want ik bid en ik bid en ik word nooit gehoord. Persoalan yang kita berdoa untuk diri kita. En het probleem waar we voor bidden voor onszelf. Tapi kita tidak pernah berdoa untuk apa yang Tuhan mau. Maar wij bidden nooit voor dat wat de Heer wenst. Vandaag ieder van ons hidup mau dan menikmati apa yang Tuhan mau. Dus je leven niet daarvan wat de Heer wil. Next slide. De volgende. Mengapa doa itu penting? Waarom is het gebed belangrijk? Doa menyadarkan kita bahwa kita bukan siapa-siapa dan tidak dapat berbuat apa-apa. Dus gebed dat maakt ons ervan bewust dat we eigenlijk niets zijn en niets kunnen doen. Mengapa saya harus berdoa? Waarom moet ik bidden? Karena saya bukan siapa-siapa. Omdat ik eigenlijk niets iemand ben. Dan saya tidak dapat buat apa. En ik kan ook helemaal niets doen. Dengan kata lain. Dus met andere woorden. Saudara izinkan Tuhan melakukan hal yang besar. U staat de Heer aan toe om grote dingen te doen. Saudara izinkan Tuhan buat mujizat yang besar. En u staat de Heer aan toe om grote wonderen te doen. Karena saudara sadar. Want u bent ervan bewust. Tanpa Tuhan. Dat zonder de Heer. Tidak mungkin. Is het onmogelijk. Saudara saya sakit hampir 3 tahun. Ik ben bijna 3 jaar ziek geweest. Karena ada kesalahan dokter di Indonesia. Omdat er een fout was gemaakt door een dokter in Indonesië. Saya punya preanal abscess. Ik heb een abscess. Yang ada di belakang bergelam preanal abscess itu dekat dubur, saudara. Dus dat is een abscess in de rug. Kemudian itu bengkak yang besar. En dat was heel erg opgezet. Dan tahun pertama dokter bilang dia harus keluarkan jaringan yang rusak. En de eerste jaar heeft de dokter gezegd dat moet het af uithalen wat kapot is. Karena dokter itu anak Tuhan. En omdat die dokter een kind van God is. Dan saya adalah pelayan Tuhan. En ik ben een dienstknecht van God. Dan dia bilang, oh pendeta, saya akan do the best, bikin yang terbaik. En dan zeg ik, broeder voorganger, ik zal het beste voor u. Dan saya bercanda dengan dia, karena dia orang Manado. En toen heb ik een grapje met hem gemaakt, maar hij kwam naar Indonesië. Saya bilang, selesaikan secara jantan. En toen zeg ik van, benar-benar. Dus ik laat het ook werkelijk goed in orde. Zo is het istilah di Indonesië. Dat is een woord zoals het in Indonesië wordt gebruikt om te zeggen. Jadi akhirnya saking semangat dia mengambil seluruh jaringan yang ada di belakang saya. Dus uiteindelijk toen hij alles zeg maar weghaalde wat hij achterin zat, sampai dia lupa dia potong usus saya sebenarnya. Toen heeft hij van mij de darm doorgeknipt. De operatie yang pertama. Dus de eerste operatie. Saya punya ada dua lubang. Heb ik dus 2 gaten, zeg maar. Satu lubang luka yang tadi. Eén van de wond. Kemudian usus saya yang potong. En de tweede keer was mijn darm, die was dus doorgeknipt. Jadi saudara bisa membayangkan. Dus u kunt zich voorstellen. Kalau saya ke toilet. Als ik naar de toilet moet. Saya mau buang air besar. En als ik naar een grote boodschap moet doen. Itu keluar dua jalur, saudara. Dan kom ik uit 2 richtingen. Dari luka yang itu. Van de wond, kemudian dari usus, en ook vanuit de darm. Jadi itu sakit sampai di ujung rambut saya. En dat doet echt zeer tot het puntje van je hoofd. Jadi setiap saya mau ke toilet. Dus elke keer als ik naar de toilet moet. Saya harus jadi dalam nama Yesus. In de naam van Jezus. In de naam van Jezus. Bukan saya rohani, saudara. Niet omdat ik zo geestelijk was. Tapi karena untuk menahan sakit. Maar om die pijn te tegen te houden. Hanya untuk mau ke toilet. Alleen om naar de toilet te gaan. Jadi kalau saya lihat bentuk toilet. Dus als ik de vorm zie van de toilet. Saya trauma, saudara.
We hebben een trauma. Zij harus kumpetan etawa kalau Yesus tarang. We hebben een handel van Jezus, in de naam van Jezus. Dus saudara bayangkan, saya orang yang paling rohani di dunia. Dus moet je zich voorstellen, ik ben de meest geestelijke persoon die op de wereld. Untuk buang air besar harus menyembah dulu. Alleen om een grote boodschap te doen, dan moet ik eerst aanbidden. Untuk buang air besar harus pakai nama Yesus. Dus om een grote boodschap te doen, moet ik met de naam van Jezus. Sakitnya luar biasa. Het doet zo ontzettend pijn. Dan itu tidak pernah bersih karena air dari usus itu keluar masuk ke lubang luka. En het is eigenlijk nooit schoon zeg maar, omdat het, ya, het vocht uit de darmen naar buiten komt. Tiga bulan sesudah itu saya harus kembali ke dokter. Dus drie maanden daarna moest ik weer terug naar de dokter. Dan saya bilang, dok, luka saya tidak pernah sembuh. En toen heb ik de dokter, mijn mond gaat nooit dicht. Dia prisa lagi sedang. Heeft het weer onderzocht? Maafkan saya pakai istilah ini. Sorry dat ik het op de tegen zei. Waktu dia masukin tangannya lewat anus. Dus toen hij de vinger zeg maar in de anus deed. Dan dia senter lubang luka yang masih besar. En hij ging dus met een lampje inschijnen van een grote mond. Dia kaget, dia melihat jarinya. Heeft hij, sorry dat hij de vinger zag. Berarti usus saya sobek. Dat betekent dat mijn darm zeg maar helemaal doorgescheurd is. Dan karena dia Tuhan, dia langsung bilang, oh Tuhan. En omdat hij een kind van God is, zei hij, oh Heer. Dia tahu dia buat salah. Want hij wist dat hij een fout had gemaakt. Itu harus dituntut secara hukum. En dat moet, je dus, ja, kun je een rechter kun je daarin stellen. Itu namanya malpraktek. Dat malpraktek. Ja, kesalahan operasi. Dus een verkeerde operatie. Dan dia harus dituntut. En hij moet dus ook veroordeeld worden. Ja. Is er saya orang Manado? En mijn vrouw is van Manado. Is er saya orang Kakas? En zij is van Kakas? Ja, Kakas. Ada satu kampung di Manado namanya Kakas. Dat is dus een dorp en dat heet Kakas. Orang Kakas adalah orang yang temperamennya agak tinggi. En de mensen uit Kakas die hebben eigenlijk een hoog temperament. Dia punya temperamen tinggi. Temperament hoog. Makannya banyak lagi. En ze eten zelfs veel. Dia langsung bilang, Kamita harus tuntut dokter. En hij zegt, dat kan niet. Harus tuntut dokter. Moet de dokter voor het gerecht halen. Harus hukum dokter. Die dokter moet veroordeeld worden. Saya hanya tepuk bahunya dan saya bilang sayang. Dan ik heb op haar schouder geklopt, zeg liefje. Saya belum pernah baca di Alkitab. Ik heb nog nooit in de Bijbel gelezen. Yang ayatnya berbunyi pendeta tuntut jemaat. Dan waar dus in staat dat een voorganger de gemeente veroordeelt. Kalau ze tulis pendeta punya hak untuk menuntut jemaat. Als er staat dat de voorganger het recht heeft om iemand voor de rechter te halen. Maar dan ga je zeggen tuntut dia. Dan zal ik het eisen. Maar ze zei, ja, maar ja, hoe dan? Zij bilang, kita punya Tuhan. En toen heb ik gezien, wij hebben een Heer. Ayahnya peluk saya dan kita dua nangis nangisan. En uiteindelijk heeft ze mij omhelzen en we samen gehaald. Karena dia bilang, jangan mati dulu. Want ze zegt, ik niet doodgaan eerst. Jelek-jelek gini-gini tapi ada yang mencintai. Zo lelijk als je van ons bent, maar is toch iemand die van mij houdt. Zij bilang, dan mungkin mati. En ze zegt, ja, ik zal niet sterven. Karena Tuhan punya rencana. Want God heeft een plan. Saya masuk operasi yang kedua. Ik ben de tweede operatie ingegaan. Modelnya sama. Disuntik di tulang belakang. Dezelfde operatie eigenlijk in de rug geprikt. Seperti orang operasi hamil yang setengah badan. Zoals iemand die zeg maar onder narcose is, rugprik krijgt als je bezwanger bent. Dan dokter bilang. En de dokter zegt, tidak akan sembuh sampai kau kembali. Pulang ke surga. Het zal nooit genezen totdat je weer terugkeert naar de hemel. Saya masuk operasi yang ketiga. Ik ben de derde operatie ingegaan. Karena benang yang ditaruh di usus. Omdat dat wat ze in de darm hebben geplaatst. Lepas. Dat was losgelaten. Mereka bilang mungkin kulit orang Ambon terlalu keras. En ze zeiden misschien zeg maar de huid van Ambonese te hard. Jadi benang itu bisa lepas. Dus dat draadje zeg maar dat hij heeft losgelaten. Hij heeft masuk operasi yang ketiga untuk ganti benang. Dus toen ben ik de derde operatie ingegaan om die hechtingen dus te vervangen. Dan Tuhan bilang, dokter bilang tidak mungkin sembuh. En de dokter zei dus onmogelijk dat het zal genezen. Setiap hari saya percaya, aku percaya Tuhan ku dahsyat. En elke dag zong ik geloof dat mijn God is. Dia turut tangan. Dus hij zal zijn handen met mij. Menyembuhkan. En mij genezen. Aku udah sembuh. Ben ik al genezen? Nog niet. Istri saya harus tidur di ruang lain. Dus mijn vrouw moest in een andere ruimte slapen. Karena air dari usus itu keluar bau sekali. Want het vocht dat uit mijn darm komt, dat stinkt heel erg. Tidak ada yang bisa tidur dengan saya. Niemand kon bij mij slapen. Karena kamar saya seperti bau WC. Want mijn kamer die rook als een toilet WC. Jadi saya adalah pria yang pakai softex.
Dus ik ben een man met softdrinks, met vrouwen. Harus taruh sliders, tebal di belakang. Omdat ik die grote luier zeg maar aan de achterkant moet stoppen. Dan itu mesti kasih parfum di luar dat softdrink. En daar moet ik dus parfum overheen spuiten. Supaya minimaal kalau saya ketemu dengan orang. Zo op zijn minst als ik dus mensen ontmoet. Orang tidak tutup hidung. Dat de mensen niet de neus dicht doen. Dan waktu saya dalam keadaan yang tidak kuat itu. En omdat ik in die omstandigheden was dat ik niet sterk was. Dan tidak ada orang lain dekat saya. En niemand die dicht bij mij was. Saya tetap katakan Tuhan itu baik. Bleef ik zeggen dat de Heer is goed. Tuhan itu baik. God is goed. Setiap saya pelayan, elke keer als ik een bediening had, istri saya sudah siap untuk ganti softtek. Dus mijn vrouw was al klaar zijn om die luier zeg maar dat te vervangen. Karena setiap turun dari khotbah itu perdarahan. Want elke keer als ik dus af zeg maar van de preek klaar was, kwam er bloed, was er bloed. Dan istri saya sudah pintar untuk ganti cepat. Darah dibersihin, kemudian dia pakai softtek yang baru. En dus mijn vrouw was al heel handig in zeg maar om elke keer dat te vervangen en opnieuw wel weer het verband om te doen. Istri saya dari takut melihat luka, dus mijn vrouw die bang was om die wond te zien, sampai dia menjadi ahli untuk merawat luka. Tot zij dus eigenlijk degene was die de kennis had om mij daar te verzorgen. Die gaat dan zijn. 3 jaar, broeders en zusters. Tapi saya tetap katakan Tuhan itu baik. Maar ik bleef zeggen, de Heer is goed. Tuhan sembuhkan saya tepat pada waktunya. En de Heer heeft mij genezen op zijn tijd. Waktu saya ada di laut mati. Dus toen ik in het dodenrijk. Kami menyembah Tuhan berdua bersama-sama. Toen was ik met z'n tweeën was ik daar. Orang lain sudah pulang. Mensen ging al weg. Dan saya katakan Tuhan itu dahsyat. En toen ik zeg, de Heer is geweldig. Dan Tuhan buat mujizat. En de Heer heeft daar wonder gedaan. Waktu saya selesai mandi. En toen ik klaar was met mujizat. Istri saya mau ganti verband luka yang ada di belakang. En mijn vrouw die wilde het verband vervangen wat op die wond zat. Dia lihat benang yang ada di usus itu keluar. En zij zag dat het draadje wat in die darm zat, dat kwam eruit. Dan luka yang tidak pernah tertutup 3 tahun tertutup. En dat die wond die nooit afgesloten was. En waarom is het gebed zo belangrijk? Selain perintu. En de volgende doa menyadarkan kita bahwa Allah kita begitu baik dan lemah lembut. En het gebed maakt ons ervan bewust dat onze God zo goed en zachtmoedig is. Kalau Allah saya baik dan lemah lembut. Dus als onze God goed en zachtmoedig is. Kalau Allah saya mengampuni orang lain. En als mijn God andere mensen vergeeft. Saya harus bisa mengampuni orang lain. Dan moet ik ook anderen vergeven. Kalau Allah saya menerima saya apa adanya. En als God mij accepteert zoals ik ben. Saya yang keras kepala. Ik die zo kokoh ben. Hidup dengan kepahitan. En leef in bitterheid. Hidup dengan dendam. En leef met de wrok. Hidup dengan masalah hidup yang tidak mungkin ada jalan keluar. En leef met problemen waar onmogelijk een uitweg is. Kalau Allah saya dapat menerima saya. En als de Heer mij kan accepteren. Maka saya juga dapat menerima orang. Dan moet ik ook andere mensen kunnen accepteren. Mengapa kita keraskan hati? En waarom moeten we ons hart verharden? Mengapa kita tidak bisa menerima orang lain? Waarom kunnen we een ander niet accepteren? Karena kita egois. Omdat we egoïstisch zijn. Karena kita merasa lebih baik. Omdat we ons beter voelen. Dia katakan Allah kita lemah lembut. Dan wordt gezegd onze God is zachtmoedig. Istri saya bilang dulu ya kamu punya model sangar, seperti serem. En mijn vrouw zei vroeger had je een uitstraling van ja angstig. Eng. Tapi mengapa kamu lembut sekali? Maar waarom ben je nu zo zachtmoedig? Tidak bisa melawan orang lain. Dat je niet tegen een ander in kan gaan. Saya bilang meskipun muka rambo. En heb ik gezegd misschien is mijn gezicht rambo, oh van de rambo. Tapi hati rito. Maar hati rito. Tapi ada maar er zijn kinderen die zeggen van koe de voorganger, u heeft geen gezin als wel. Ook het hart die rinto. En ook niet het hart van rinto. Maar die aan de moeder kan zeggen, hart die Tweety. De kinderen die zeggen dat ik het hart heb van Tweety. Zij hebben ja, Tweety lagi. En toen zeg ik, ah, meer Tweety. Tapi itu aan de moeder. Maar dat is dus de jeugd. Mereka bilang, papa dita tuh gak hitam loh. En ze zeggen, koe de voorganger, u bent niet zwart. Saya bangga, saya bilang, ik tidak hitam. En dan ben ik trots als ik zeg, ik ben niet zwart. Papa dita itu hitam muda. Maar je bent een jong zwart. Er zijn niet meer weer zoiets als jong zwart, wat is dat? Maar dat is dus de gemeente. Amen, zodra. Amen, broeders. Dat is Tuhan menerima yang kau apa adanya. Omdat de Heer u accepteert zoals u bent. Belajar menerima orang lain apa adanya. En leer ook een ander te accepteren zoals u bent. Yang berikut, doa menyadarkan kita bahwa hidup ini tidak sulit, setan yang tidak.
tidak kuat. En het gebed dat maakt ons ervan bewust dat dit leven niet moeilijk is en dat de duivel niet sterk is. Jangan pernah membanggakan setan. En gebed nooit een trotse roep nooit over de duivel. Setan itu tidak kuat. Want de duivel is niet sterk. Keluarga saya itu keluarga pedukunan. En mijn familie is ook van de noem van de bezweerders. Tapi saya tidak pernah percaya kuasa-kuasa mereka. Maar ik heb nooit geloofd in hun kracht. Oleh sebab itu mungkin Tuhan pilih dari antara kakak beradik saya jadi pendeta. En misschien heeft de Heer daarom mij uitgekozen uit alle broers en broers en broertjes. Kita yang kepala angin kita salahin setan. Dus wij die zeggen altijd dat geven de Satan de schuld. Kita yang berantem dan kita dan gara-gara setan sih. En wij die illusie hebben zeggen oh ja dat komt door die duivel. Setan bilang en dan zegt hij, joh, die mijn kop had. Kamu salahin gua. En dan zegt die duivel, jij geeft mij de schuld. Kita yang selingkuh. Dus wij die overspel plegen. Kita bilang gara-gara setan. Dan zeggen we, oh ja, maar dat komt door de duivel. Setan bilang, lu yang genit. En toen zegt de duivel, jij bent. Lu salahin gua. En je geeft mij de schuld. Setan tidak ada apa-apanya. En de duivel heeft niets. Karena roh yang di dalam saudara. Want de geest die in u is. Adalah roh yang luar biasa. Is een buitengewone geest. Next line. En de volgende die het gebed dat maakt ons ervan bewust dat een wonder niet ver weg is. Mujizat itu sangat dekat. Wonder is heel dichtbij. Asal kita mau mengalami. Als we het maar willen ervaren. Asal kita buka hati. Als we ons hart maar openen. Dan kita menerima Tuhan. En we accepteren de Heer. Dan izinkan Tuhan buat sesuatu yang hebat. En sta de Heer toe om iets geweldigs te doen. Amen. Saudara. Amen. 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 Jesus. Berseru memanggil namanya. Schreeuw het uit de hoek zijn naam. Berdoa. Percaya dia tak jauh darimu. Geloof dat hij niet ver weg is. Dia hanya sejauh doa. Hij is alleen maar zo ver weg als een gebed. Tuhan hanya sejauh doa kita. En als de Heer zo ver weg is als alleen een gebed. Mengapa kalau ada masalah kita tidak mau datang kepada Tuhan? En waarom wil je dan als je probleem hebt niet tot de Heer? Next slide. Volgende dia. Kesalahan di dalam doa. Het fout in het gebed. Kita berdoa tapi hanya untuk rutinitas dan kewajiban. Dus wij bidden alleen maar uit rutiniteit en plicht. Kita duduk di wongke. We zitten bij wongke. Makanan sudah perlu satu meja. En de hele tafel is gevuld met eten. En kita mau berdoa rasanya malu sekali. En we willen bidden maar we schamen ons. Tapi kayaknya di anak Tuhan musik doa. Maar we zijn toch een kind van God dus we moeten bidden. Akhirnya kita pura-pura jatuhkan tisu. En uiteindelijk dan doen we alsof we een tisu laten vallen. Ja, waktu kita ambil tisu kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk makanan yang halal. Dus op het moment dat we weer boven die tafel zijn, dan is het gebed al. Ja, dan zo kita serbu, maar dan kunnen we direct aanvallen met het eten. Zijn we maar dan. Kalau hanya kita berdoa rutinitas. Als we alleen maar bidden uit rutiniteit. Kalau hanya kita, saya tidak tahu saudara berdoa satu hari berapa kali. En ik weet niet hoe vaak u bidt. Ada yang berdoa tiga kali. Is er iemand die drie keer bidt? Nah, makan pagi, makan siang, dan makan malam. In voor de ontbijt, lunch en diner. Mau ada yang tambah lima kali. En dan zijn er die vijf keer bidden. Karena bangun pagi dan mau tidur malam. Omdat ze ochtends als ze wakker worden en 's avonds als ze slapen ook bidden. Karena itu hanya kewajiban. En als het alleen maar de plicht is. Dan itu bukan kerinduan saudara mencari Tuhan. En niet het verlangen is om de Heer te zoeken. Maar pantas doa saudara tidak didengar Tuhan. En dan is het ook, ja, op zo'n plaats zeggen dat uw gebed niet gehoord wordt. Volgende fout in het bidden. Kita berdoa tanpa mengharapkan apa-apa. Wij bidden zonder iets te verwachten. Kita hanya berdoa karena kita orang Kristen. En wij bidden alleen omdat we Christen zijn. Ada satu anak guru, sorry, anak sekolah minggu. Er is een kind op de zondagschool. Dia datang mengunjungi guru sekolah minggunya. Dus hij komt naar de leraar van de zondagschool. Karena dia dengar guru sekolah minggunya sakit. Omdat die persoon, dat kindje heeft gehoord dat de onderwijs van de school ziek is. Karena guru sekolah minggunya pernah satu waktu. Omdat de onderwijzer van de zondagschool heeft ooit gezegd. Datang ke rumah. Kom maar naar huis, naar mijn huis. Dan dia, ini cerita ini terjadi, dia mau undang guru sekolah minggunya. En dit gebeurt zeg maar op het moment dat hij de zondagschoolleraar had uitgenodigd. Dia bilang, tolong om datang ke rumah saya ada yang sakit. En toen heeft het kind gezegd van, oh kom naar mijn huis want er is iemand die ziek is. Karena yang namanya pendeta muda harus datang berdoa. Omdat hij de jongen ja voorganger is, dan moet hij kunnen bidden. Dia sampai ke rumah anak sekolah minggu. En hij komt bij dat kind van de zondagschool thuis.
En toen vroeg hij, ja, wie is daar ziek? Die bilang, ada di belakang. En toen zegt hij, ja, maar die is daar achter. Dia pikir mungkin mamanya atau papanya. En hij dacht, ja, misschien de vader of de moeder. Tapi waktu dia masuk gimana? Maar toen hij daar naar binnen ging, ja waar? Die bilang, dekat dapur. En zegt hij, oh, ja, dicht bij de keuken. Siapa yang sakit? En wie is er dan ziek? Brino. Brino. Brino atau Blackie atau Bruno Blackie. Maksudnya anjingnya yang sakit. In ieder geval een hondje is ziek. Karena dia kesel. En omdat hij daar geïrriteerd was. Udah datang capek-capek untuk anjing. En al moe was om te komen voor een hond. Dan dia berdoa aja. Begin je alleen binnen. Brino. Bruno. Kalau mau sembuh, sembuh. Als je geneest, dan wel geneest. Mau mati, mati. Kalau als je dood wil gaan, ga dood in de naam van Heer. En dia langsung pulang. En toen ging hij direct weg. Satu minggu kemudian. En ben ik daarna. Kabar dia sakit didengar oleh anaknya tadi. Berita yang menulis siapa sih kekinci telepon dari Bu. Dia mau datang kepada omnya mau katakan bahwa Bruno sudah sembuh. En hij wil komen naar zijn oom om te zeggen dat Bruno al is genezen. Tapi dia bilang sekalian saya juga mau doakan om. Nah, dus zegt hij, maar ook ik wil ook gelijk binnen van Bruno. Dia ingat doa omnya kepada Bruno. Hij heeft het gebed van de oom voor Bruno. Dia tumpang tangan kepada pendeta itu. Hij legt een hand op die voorganger. Dan dia bilang, om pendeta. En hij zegt, om pendeta. Dus wij bidden wel, maar we verwachten niets. Yang berikut kita berdoa. En het volgende is wij bidden. Karena dengan kekuatan kita sendiri. Omdat we met onze eigen kracht doen. Dan kita sedata dengan kekuatan sendiri. En u weet ook met uw eigen kracht. Satu waktu saya kasih pariki sesuatu pulpen. Saya katakan, saya kasih pariki pulpen. Nah, maka saya kasih pariki kirim pulpen. Dan akhirnya Pariki bilang terima kasih kasih pulpen. Dan akhirnya Pariki bilang, oh ya, dankjewel dat je mijn pulpen geeft. Beliau kan suka Montblanc. Dus hij houdt van. Pariki kasih Montblanc. Dus ik geef hem Montblanc dat en dat merk. Montblanc. Oh ya. Kemudian setiap hari saya ketemu Pariki. Dan elke keer dus ontmoet ik Pariki elke dag. Katanya Pak, pulpennya masih bagus. En dia zegt Pak, is die pulpen nog mooi? Nah, oh bagus, puji Tuhan. En dia zegt, oh mooi, nice thing ya. Minggu berikut. Maar de volgende week. Saya tanya lagi. Heb ik weer gevraagd? Pulpennya masih bagus. Pak, is die balpen nog steeds goed? Dia bilang bagus. En zegt, oh, dat is goed. Bulan berikut saya tanya, Pak, pulpennya masih bagus. En de maand daarna, Pak, is die balpen nog goed? Dia langsung ambil, dia bilang, ini, ambil aja pulang. En dan zegt, iya, neem maar mee naar huis. Risi. Oh, ik ben vervelend. Neem maar mee. Karena setiap ketemu kamu tanya pulpen. Want elke keer als we elkaar ontmoeten, dan vraag je maar naar die pen. Mendingan ambil aja. Daripada saya lihat muka lu kok agak pusing. In plaats van elke keer aku zitten, mungkin kalau ada hoofdpijn kan. Dia pulang. Dia kasih kembali. Dus hij heeft het terug aan mij. Karena dia menganggap kita tidak percaya kepada dia. Omdat hij mij ya, van mij aan heeft, maar dat ik hem niet vertrouw. Demikian kita berdoa kepada Tuhan. En zo bidden wij dus ook aan de Heer naar de Heer. Waktu kita berdoa kepada Tuhan. Dus op het moment dat we bidden tot de Heer. Dan kita tidak yakin Tuhan jawab. En we zijn er niet van overtuigd dat God zal antwoorden. Maka kita tidak pernah lihat mujizat. Dan zullen we ook nooit een wonder zien. Karena kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Omdat we met onze eigen kracht vertrouwen. Mari berdoa. Laten we bidden. Dan biarkan Tuhan mengerjakan bagiannya. En laat de Heer dan zijn deel daarin bewerken. Apa yang kita bisa bikin? Dus wat wij kunnen doen? Kita bikin. Dat doen wij. Jangan ada jerawat dan katakan, Tuhan, jerawat. Maar laten we niet als een buis zeggen, oh Heer, ik heb een buis. Tuhan bilang pergi ke Ethos. Dan zegt de Heer, ga naar de Ethos. Beli obat jerawat. En ga dus iets van medicijn kopen voor het buis. Ja, Heer, dat is goed. Na drie dagen zal het zeker genezen zijn. Kalau saudara bisa buat. Want als u het zelf kunt doen. Lakukan. Nah, doe het dan. Yang tidak bisa saudara buat. En wat je niet kunt doen. Biarkan Tuhan yang buat. Laat het niet. Kita pikir om tangan lagi. Kita yang terakhir kita berdoa. En het laatste is wij bidden. Namun tidak mengerjakan bagian kita. Maar we doen niet ons eigen deel daarin. Kita berdoa. Dus wij bidden. Tapi kita tidak mau aktif di dalam bagian kita. Maar wij willen niet actief zijn in ons eigen deel. Kalau saudara punya program sesuatu yang Bapak gembala. Dus als u een programma heeft, wat u voorganger vraagt. Tadi saya katakan, mari kita bergandengan tangan. Dan heb ik gezegd, kom laten we elkaar de hand geven. Dan kita berdoa bersama-sama. En laten we samen bidden. Saudara akan melihat hal-hal yang dahsyat. Dan zult u over geweldige dingen zien. Kita berdoa. Wij bidden. Dan mengerjakan apa yang gembala kita mau. En we doen dus dat wat de voorganger wil. Saudara akan melihat hal-hal yang hebat. Dan zult u geweldige dingen zien. Karena yang tidak ada di
Want wat niet in de hart is van de gemeente is, dat is in het hart van uw voorganger. En als hij vraagt om aan u te bidden, bukan karena mereka kurang kerja, niet omdat ze niets te doen hebben, tapi mereka ingin saudara maju di dalam Tuhan. Maar ze verlangen dat u vooruit gaat in de Heer dan hebat di dalam Tuhan. En geweldig zijn in de Heer. Tutup Alkitab saudara. Doe uw Bijbel dicht. Ambil satu dua menit di hadapan Tuhan. Neem 1 of 2 minuten voor de Heer dan katakan kepada Tuhan. En zeg tegen de Heer. Hari ini, vandaag, saya harus menjadi pelayan. Moet ik uw dienstknecht worden? Saya harus cinta Tuhan. Moet ik van de Heer houden? Saya harus menjadi anggota gereja ini. Ik moet een gemeentelid worden. Yang mengerti hati gembala. Die begrijpt het hart van de Heer. Dan bekerja bersama-sama. En samenwerken met de voorganger. Karena kami akan melihat mujizat. Want wij zullen wonderen zien. Di saat kami sehati. Op het moment dat we eenig van hetzelfde hart zijn. Kami akan melihat lawatan Allah. Je zult de bezoeking van God zien. Di saat kami sehati berdoa. Dus op het moment dat we één paar gaan binnen. Karena waktu kami berdoa. Kami tahu kami bukan apa-apa. Weet dat we niet zijn dan tidak mampu buat apa-apa. En dat we niet meer machtig zijn om iets te doen. Waktu kami berdoa, op het moment dat we bidden, kami tahu Tuhan kami lembut. Dan weet dat bij God was zachtmoedig is. Waktu kami berdoa, en op het moment dat we bidden, kami tahu setan kalah. Dan weet dat de duivel verliest. Karena roh di dalam kami, omdat de geest in mij lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Groter is dan de geest die in de wereld is. Karena di saat kami berdoa, want op het moment dat ik bid, kami akan melihat. Zal ik onder het zien. Maar doe het maar dan. Doe je ogen dicht. Ambil waktu satu dua menit di hadapan Tuhan. Neem 1 of 2 minuten de tijd voor de Heer. Katakan kepada Tuhan. En zeg tegen de Heer. Kalau selama ini. Als ik tot nu doe. Kalau saya berdoa. Als ik bid. Dan hanya rutinitas. Alleen als rutine heb ik. Karena saya orang Kristen. Omdat ik een Christen ben. Ampuni saya. Vergeef mij. Kalau saya berdoa. Als ik bid. Dan saya tidak mengharapkan apa-apa. En ik verwacht helemaal niets. Karena itu menjadi kewajiban saya. Alleen omdat het mijn plicht is. Ampuni saya. Vergeef mij. Kalau saya berdoa, en als ik bid, dan saya mengandalkan diri saya sendiri. En ik vertrouw alleen op mijzelf. Ampuni saya. Vergeef mij. Kalau saya berdoa, en als ik bid, dan saya tidak mengerjakan bagian saya. En ik doe niet mijn deel. Tidak bergandengan tangan bersama Bapa dan Ibu. En niet de hand samen heb met de voorganger zijn vrouw. Ampuni saya. Vergeef mij. Hari vandaag, saya mengerti status saya. Begrijp ik mijn status? Saya adalah pelayan. Ik ben een dienstknecht. Saya adalah hamba Tuhan. En ik ben een slaaf, een dienstknecht van God. Dan saya adalah pasukan doa dalam gereja. En ik ben een soldaat om te bidden in deze kerk. Karena kami akan melihat, omdat ik zal zien, rencana Tuhan, het plan van God, yang hebat, die geweldig is, untuk gereja, voor deze kerk. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Dank u wel. Ambil waktu 1-2 menit. Neem 1 of 2 minuten van de tijd. Koreksi dirimu sendiri. En corrigeer jezelf. Katakan kepada Tuhan. En zeg tegen de Heer. Apa yang Tuhan buat. Wat u heer, wat u doet. Adalah yang terbaik. Is het beste. Terima kasih. Dank u wel. How rain is our God. Sing with me now. Oh.
zijn. Wij zijn trots op wat we met God hebben. En die gaan niet harder doen. Vandaag zijn we bewust weer. Siapa diri kami di dalam gereja? Wie wij zijn hier in deze kerk? Kami adalah Tuhan. Tuhan memanggil kami menjadi pelayan. En de Heer heeft ons geroepen om een dienstknecht te zijn. Tuhan memanggil kami menjadi hamba-hamba Tuhan. De Heer heeft mij geroepen om zijn dienstknecht te zijn. Dan kami adalah pasukan doa. En wij zijn degene die bidden. Kami adalah orang-orang yang berdoa untuk pekerjaan Tuhan. Wij zijn de mensen die bidden om hier voor het werk van de Heer hier te maken. Dan gezegd die dalen naar Jezus. Jezus zullen u berkaten. En ik gezegd samen met Jezus.